Hallo! Oh, ben ik al? De heet is allemaal uit het assortiment. Assortiment. Is een mooi Frans woord. Voor assortiment. Amen. Hallo allemaal en welkom bij de Scovillains. Mijn naam is Dennis. Achter de camera staat DJ. Lekker dit. Hè? Zoals elke keer, jullie weten het inmiddels al, we gaan weer iets lekker pittigs proeven. Mocht je nog niet hebben ingeschreven op ons YouTube kanaal, abonneer je op onze content, want dat ga je leuk vinden en alle andere mensen ook om jou heen die van leedvermaak houden. Dus doe dat zeker even, abonneren hieronder. Daarnaast volg ons op Facebook, op Instagram, TikTok, Ik kan het niet lachen. TikTok. Ik krijg een cadeautje van TJ. Daar ga ik uitpakken. Ik weet dus niet van tevoren wat we gaan proeven. TJ wel. Oh, dat is ook gemeen. Ja. Zo ben ik nou eenmaal. De wereld is nou helemaal niet helemaal eerlijk. Nee. Vervolgens gaan wij dat product beoordelen op 3 verschillende punten. Wat is de pittigheid? Hoe smaakt het volgens ons? En hoeveel gaan we ervan zweten? Dus of je het bijvoorbeeld op je eerste date kan eten of derde of vijfde. Wat krijg ik vandaag? Ben je er klaar voor? Wat krijg ik vandaag? Ik denk alleen als je het vangt. Gewoon door jezus. Weet ik. Als je het vangt, dat je al weet wat het is. Oh. Maar niet welke. Oh, ik moest kijken. Ik ben zo benieuwd. Die potjes herken ik, hè? Want het is sambal van Shari Super Sambal uit Huissen. Shouda. Woehoe. Dit is de opa's pittigste sambal. Opa sambal, maar dan extra pittig door de toevoeging van Carolina Reaper. Carolina Reaper, hey, waar kennen we die van? Weten jullie nog? Die Carolina Reaper die hier aan is toegevoegd. Als je hier kijkt, dan zie je dat filmpje waar ik die live op camera opeet. Nou ja, Shari Super Sambal, klein bedrijfje uit Huissen die gewoon authentieke sambals maakt met gewoon natuurlijke ingrediënten. Naar traditionele recepten van haar opa en oma. Kijk onder in de comments even voor hun website. Zeker even op de website kijken. Ze hebben 8 verschillende sambals. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hou van super pittig. Ik hou van Carolina Reaper. Ik weet van deze sambals dat ze erg smaakvol zijn. Dus we gaan proeven. Lekker. Dit keer gaat TJ als eerste de sambal proeven. De super pittig sambal. Ja, inderdaad. Ben je er klaar voor, TJ? Ja. Komt ie. Wow! En ik heb hem gevangen. Daar is. Een klein applausje voor. Dank u, Mag ik hem openmaken? Ja, zeker. Make it open, TJ. Make it open. Oeh, zo. Ja? Oeh. Er zit een klein pitje in, denk ik. De 3 bestanddelen wat dit is voor pittig maakt, uiteraard Carolina Reaper. Maar ook de groene rabiet en de habanero peper. Dus dat belooft veel goeds. Even een beetje roeren. Loelen. Nou, we gaan niet zuilen. Zo hé, oké. Jij bent niet bang. Goed, dat geen buikpijn op de gezondheid. Zo. Dat is beter. Moet je ook geen lepeltje sambal nemen? Dat doet toch niemand? Lekker. Als je hem bijvoorbeeld vergelijkt met de oma's sambal, de bestseller, hij is iets minder zoet, er gebeurt iets minder qua smaak, maar hij is wel erg lekker. Ik proef wel heel duidelijk ui, knoflook en de trassie, uiteraard, in elke sambal. Oké, als je hem even in de mond laat zitten, dan wordt hij wel pittiger. Kibbelingtest, uiteraard met een lekker kibbelingetje uit de oven, want sambal met visgerechten is een hele goede kop. Je bent eigenlijk niet bang, jij. Jij eet ook gewoon een hele kibbeling altijd in één keer. Erg lekker. Is gewoon weer heel lekker. Shari Super Sambal. Website in de beschrijving. Kijken, dingen bestellen. Smaak? Ja, toch wel een 7,2. Wel echt lekker. Oké. Ja. Zweet? 2,5. Wel, er gebeurt wel iets, zeg maar. Pittig? Een 6,9. Oh, ja. Wow. Ik vind hem, hij is er wel, zeg maar. Dat is mijn 6,9. Ja, maar dit was niet te zien. Ik dacht dat je het wel goed kon hebben. Maar je voelt het wel.
Ja, ik vind hem lekker. Nou, maar voor mij moet jij hem ook nog even proeven. Ja, dat is goed. En beoordelen. Oké. Okay. Ah, zo. Eerst ook zo proeven, hè? Zo proeven. Kijk, dit ruikt dus meer als de sambals die bij mij in de familie ook huisgemaakt worden. Even een tip voor mensen. Doe dit gewoon niet na ook. Dit is niet oké. Ofwel, moet je lekker zelf weten. Ja? Het is gewoon een hele mond vol sambal dit. Mond vol sambal. Lekker. Je proeft zonnebloemolie waar het ingebakken is en de ui en de knoflook. Die net iets meer hitte hebben gehad. Oh ja, trouwens, ik denk dat deze qua Scoville units, in vergelijking met de sambal oelek, denk rond de 10.000-11.000. Dat is hier. Wauw, weer precies goed. Ja, top hè. Wel instant gewoon nattigheid op mijn voorhoofd. Zweet, zeker een 4, nu. Pittigheid, nou. Hij is wel echt pittig voor een sambal. Pittigheid, een 4. En qua smaak, ja, hij is gewoon wat rauwer. Hij is wat, wat gewoon in your face. En ik heb nog een kibbeling. Laten we beginnen. Lekker veel, maar niet weinig. Ik denk ook dat het een hele lekkere sambal is om mee te koken. Oh ja. Doe dat gewoon. Van Shari Super Sambal, opa's pittigste. Heel erg lekker. Ik zweep een ongeluk, maar zeker de moeite waard om een keer te proberen. Vond je het een leuk filmpje? Zeker abonneren op ons YouTube kanaal. Dus blijf ons volgen op alle social media die je maar op je telefoon hebt geïnstalleerd. Of op je computer, als je heel oud bent. En wij zien jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken en stay spicy!